Natuurlijk heb je soms momenten van dat je jezelf gaat twijfelen. Ik blijf een mens, ik blijf een mens met emoties. Ik denk nu dat het wel lastig is, maar ik moet, ik ben nog steeds altijd gemotiveerd en gedreven om op die ene kans. We zijn nu op Playground Ketervat, waar ik in mijn jongere jaren altijd heb gevoetbald. Mijn techniek heb geleerd en alles. Dat is wel een mooie herinnering aan. Er zijn altijd toernooitjes hier. Ik zat ook daar op school achter me. Dus in de pauze ging ik altijd hier voetballen, na school altijd voetballen. Dus dat was wel leuk. Mijn voetbaldroom was altijd groot. Sinds mijn vijfde zat ik al op voetbal. Ik ken Noordval sowieso als een Cristiano Ronaldo-fan. En heel vaak zag je ook terug die trainingen die Cristiano op social media deed. Dat hij nabootste op het pleintje. Daar kwam hij helemaal alleen met een bal, met zijn voetbalschoenen. En met allerlei gadgets. Denk aan een parachute die hij dan als harnas om zijn bovenlijf ophangt. En vervolgens aan zijn conditie gaat werken en aan zijn krachttrainingen gaat werken. Dus ik ging het uitproberen. Ging ik tegen de wind inrennen. Ik kwam bijna niet vooruit, maar... Mijn doel was uiteindelijk om sneller te worden. Ik denk dat elke procent helpt. Ik heb Novel een keer moeten ophalen na een wedstrijd bij ADO. Bij ADO Den Haag is het nog een kind en vroeg hem of hij een patatje wou eten. Wat heel gebruikelijk is in mijn tijd als amateurvoetballer. En dat weigerde hij, want ja, patat is niet goed om te eten. En daar was hij dus op dat moment al mee bezig. Bijvoorbeeld natuurlijk Ronaldo. En hij is echt een voorbeeldfiguur voor jongeren. Vooral om ze hard te werken. Want hij is er al en hij blijft altijd hard werken. En ik denk dat dat mij gemotiveerd heeft. Om altijd hard te werken. Binnen en buiten het vat. Ja, Novo is uitgegroeid tot BN'er in de wijk. Een rolmodel voor velen hier. En dan niet alleen op het gebied van voetbal, profvoetballer worden. Maar ook gewoon dat stukje extra doen. Dus ik zet hem regelmatig in als rolmodel. Dus als wij een evenement hebben hier met de jeugd, dan vraag ik hem meestal om de prijsuitreiking te doen. Om simpelweg even langs te komen. Daar staat hij altijd voor open. Ja, is gewoon een voorbeeld voor de jeugd hier. Toen ik 5 jaar was, begon ik bij Bohemus. Hier in de buurt. Ik ging met mijn neefje daar naartoe. Hij was een stuk ouder dan mij, was 2 jaar ouder dan mij. Hij mocht er wel inschrijven, maar ik niet. Dus mijn moeder bleef me aandringen. Op een gegeven moment mocht ik daar komen trainen en wedstrijden spelen. Heb ik daar 2 jaar gevoetbald. Toen ik 7 was, ben ik naar Aglandia gegaan. In die periode zei mijn vader ook vaak van als de auto zaten heen weg, zei hij, als je vandaag 3 keer scoort, krijg je 1 euro. En destijds, euro was een veel, kon je zoveel dingen mee halen na de wedstrijd. Dus, ik had altijd jagen op die doelpunten. Wanneer ik had gescoord, ging ik naar mijn vader wijzen, deed ik zo of zo. Na Aglandia ben ik naar ADO gegaan. Dat was een mooie stap voor mij, want je gaat van amateurvoetbal naar professioneel. Ik was natuurlijk wel jong, was 9 of 10 jaar volgens mij. En ik begon in de E-top. E1 was het toen destijds. Daar heb ik 5 jaar gevoerd bij ADO, ook hele mooie herinneringen meegemaakt. Ja, en de C2 of C1 volgens mij was mijn vader ook. Hadden we geen vlagger. Dus vroegen ze wie wou vlaggen. Dus mijn vader ging in dat jaar ging die vlaggen. Ja, het was natuurlijk leuk als je vader vlagger is. Hij is elke wedstrijd bij. Tot de dag van vandaag gaat hij overal mee waar ik ga. Als kind zijnde was ik altijd gedreven. Ik denk nu nog steeds, ik denk nu nog meer. Want ik wil altijd dat scoren. Ik weet nog, destijds bij ADO Den Haag vonden we volgens mij als het goed is 18-0 zoiets. En ik scoorde maar 2 keer en na de wedstrijd. Iedereen blij. En nee, ik zat in mijn eentje te huilen en ik keek aan omdat ik maar 2 keer had gescoord. Dus ik wil altijd meer en ik was nooit tevreden met alles. Maar na een dagje was ik weer tevreden en liep ik weer blij buiten. Ik weet nog, laatste jaar bij ADO Den Haag speelden we tegen Feyenoord. Hadden we 4-3 verloren, scoorde ik 3. En dat is wel mooi, want een jaar later speelde ik zelf bij Feyenoord. Het
moment dat hij naar Feyenoord ging in 2016, ja, dat was een geweldig moment. En dan zie je ook gewoon dat de hele wijk ook voor hem heel blij is. Ja, ik weet nog op een dag dat ik thuis kwam van school, dat mijn vader belde van Feyenoord heeft gebeld. Ik dacht, Feyenoord gebeld, waarom? Hij zei, ja, ze willen een gesprek met je. Over volgend seizoen of je daar wilt gaan spelen. Dus ik was gelijk van, ja. En ik op Google intype Feyenoord, want ik wist toen was nog jong, ik wist niet zoveel over de club. Maar sindsdien was ik echt dol op Feyenoord. Dus mami, kom online, baby, kom online. Kom online, shawty, kom online. Kom online, baby, kom online. Baby, kom online, baby, kom online. In 2019 maakte Novel zijn debuut in het eerste van Feyenoord tegen Sparta. Nou, dat was het natuurlijk een heel mooi moment. Heel trots moment voor iedereen. En ook een opluchting. Wat vaak de buitenwereld niet ziet, is wat hij daarvoor dus allemaal heeft moeten doen en laten. Om uiteindelijk tot zo'n debuut te komen. Nouvel Banis voor Erik Bottegien. En nog maar zo weinig tijd voor Feyenoord om gelijk te maken. Het was de eerste competitiewedstrijd. Als het goed is, 2-1 achter. En rond de 80ste minuut mocht ik gaan warmlopen. En ik was zenuwachtig. Het stadion was bijna vol. En dan mocht ik invallen 10 minuten voor tijd. Maakte het 2-2 nog. Dus die moment ga ik niet meer vergeten. Die periode was wel leerzaam. Ik was natuurlijk niet fysiek sterk, om eerlijk te zijn toen. Ik was nog wel een beetje dunne jongen. Ik kreeg ook wel veel kritiek. De kritiek die ik kreeg was op mijn fysiek, dat ik fysiek nog niet klaar was. Ik was natuurlijk wel 17 jaar, was nog een jongetje. Dat raakte me af en toe wel, maar na een periode met veel gesprek met mijn vader, met mijn ooms, met mensen die dichtbij zijn, zeiden ja, dit hoort erbij bij voetbal. Je gaat altijd kritiek krijgen. Zoals de beste spelers krijg ik kritiek. En ik denk dat je daardoor sterker zult uitkomen. Toen ben ik naar het WK gegaan in Brazilië met onder 17, Nederlands elftal. En toen ik daar was, las ik overal in het media dat Jaap Stam ontslag had genomen. En dat Dick Advocaat nieuwe trainer was van Feyenoord. Toen ik terugkwam na een week trainen, kreeg ik te horen dat ik terug was gestuurd naar onder 19. Dat was natuurlijk voor mij wel lastig. Want je hebt natuurlijk wel wedstrijden gespeeld bij de eerste elftal van Feyenoord. En dan kreeg ik te horen dat je terug moet naar de jeugd. Ik had wel echt 2-3 maanden nodig om het te verwerken. En kwamen er twee blessures in de eerste elftal. Twee spitsen. En toen kreeg ik een belletje van dat ik daar mee mocht trainen. Toen was ik wel echt gedreven. Toen dacht ik van ja, nu ben ik terug. Nu ga ik me laten zien. Ik weet nog dat de advocaat eerst training naar me toe kwam en zei, je kan zo goed voetballen, toch? Laat het maar zien nu. Toen hij dat tegen me zei, was ik echt gedreven. Feyenoord weer compleet Banis. En het weekend daarna was het tegen Emmen. Dat was ook gelijk mijn eerste wedstrijd van het seizoen toen. En mijn eerste doelpunt. En in het winnende en in de laatste minuut. Met de voorzitter, dan gaat hij er nog in ook. Doet Feyenoord het weer in de allerlaatste minuut van de extra tijd. Maakt hij zijn eerste in de Eredivisie, Banis. Ik kan niet beschrijven, voelt echt. Ik deed mijn shirt uit, ik weet ook niet waarom. Echt, geloof het, het dak vloog eraf. Iedereen schreeuw, roepen. En dat bij elke herhaling weer. Dus we hebben het 4 of 5 keer hebben we het opnieuw gevierd. Heel de buurt kwam ook echt naar buiten. Een gezellige, leuke straat. En iedereen kwam naar buiten en die hadden het natuurlijk ook gezien. En hij kreeg een heel mooi luid applaus van alle buren. Dus dat was echt een heel mooi moment. Ja, uiteindelijk heb ik nog wel een paar wedstrijden gekregen van advocaat. Gewoon om in te vallen, 10 minuutjes, kwartiertje. De advocaat gaf ook aan dat ik er nu nog niet klaar voor was. Ook in de media gaf hij dat aan. Nog niet goed genoeg, heb ik gezegd. En dat klopt ook. Maar vandaag wel? Nou ja, hij scoorde de goal en hij was bij de eerste goal betrokken. Dus de jongen heeft het redelijk gedaan. Zeker. Redelijk? Ja, redelijk. Je bent voorzichtig met het compliment. Ik ben heel voorzichtig met complimenten, ja. Volgens mij na de winterstop kreeg ik geen minuten meer. En zei het Feyenoord ook van, ja, kijk voor een verhuur. Toen was ik naar FC Dordrecht gegaan om puur wedstrijden te spelen. Daar heb ik 17 wedstrijden gespot. Ik heb mijn doelpunten gemaakt, assisten gemaakt. Na de half jaar bij Dordrecht ben ik teruggekeerd bij Feyenoord. Ben ik dit seizoen een maand voor de voorbereiding ben ik echt voor mezelf gaan trainen. Het was een harde voorbereiding. Ze echt hard gewerkt. En wij hebben daar ook deel aan genomen. Want wij gingen met hem mee naar de voetbalclub. Of hier op het veldje. En dan moest hij loopjes doen en sprintjes. En dan stonden wij daar ook als figuranten om een beetje. Af en toe als hij een duw nodig had of hij had een pion nodig, nou, dan deden wij dat. Ja, ik weet niet hoe die het flikt, maar we verloren altijd terwijl we 2-1 speelden. Maar nee, dat was leuk. En uiteindelijk zeg je ook in testen en data, fijn omdat ik er wel bovenuit stak bij
conditionele trainingen en prikkels. Dit seizoen in voorbereiding zat ik op de bank tegen Atletico Madrid. En, ik zei nog tegen Leroy Ver naast me, ik zet hem zo. Stevel, kom erin en scoort de winnende. Nog een kans op de winnende en die is er, Banes. En alsof er een serieuze prijs wordt gewonnen. Dat was ook mijn eerste doelpunt in de Kuip, ook al was het oefenwedstrijd. Maar ik scoorde niet tegen zomaar zo'n tegenstander, dat ga ik niet vergeten. Banes rondaf en zo wint Feyenoord in de extra tijd. Met 2-1 van de kampioen van Spanje. Ja, natuurlijk heb je soms momenten van dat je zelf gaat twijfelen. Heb ik dit seizoen ook, begin van het einde van de voorbereiding. Dat ik mijn doelpunt had gemaakt. Ik was topscorer van de voorbereiding. En uiteindelijk is het toch weer op de bank beland. Na mijn basisdebuut in de Conference League. Dacht ik ook van, wat doe ik verkeerd? Ik scoor, maar ik zit toch op de bank. Ga je zoveel mogelijk naar jezelf kijken, op beelden kijken wat je verkeerd doet. Ik blijf een mens, met emoties. Ik denk nu dat het wel lastig is, maar ik ben nog steeds altijd gemotiveerd en gedreven om op die ene kans. Ik ga er alles aan doen om dat waar te maken.